slopen door Saas gaat in drie fases. Deze sloopt, die schraapt bijeen en de derde haalt het zo uit het water. Hier zien we de nieuwe Botlekbrug. Jullie slopen de oude. Wij zijn in september gestart met het slopen van de oude brug, dus het staalwerk. En daarna zijn we gestart met het slopen van de pijlers. En dat is wat je nu zeg maar ziet en ook waar we hier nu mee bezig zijn. En hoeveel meter gaan jullie nou diep? We gaan 13,5 meter onder water. De pijler zit ongeveer tot 12 meter. En dan moeten we nog 1,5 meter van de paal afknijpen. En dat varieert, want de andere pijlers die daar staan, die zijn iets minder diep. En dit zijn de diepste omdat hier de hefgedeelte heeft gezeten. Dus hier moeten alle grote zeeschepen kunnen passeren. Het ziet er heel makkelijk uit. Je sloopt, je gruist en je haalt het eruit. Maar wat komt er nou echt bij kijken? Ja, het is diepgang hier ook. Het is niet alleen onder water wat spelen. Er zit ook een GPS-systeem op. Dan kunnen ze precies zien in de cabine hoe ver dat ze aan het slopen zijn. En hier zit ook ijzer. Dus ze moeten ook met een ijzerschaar onder het water gaan. Ook vaak knippen en alles. Of met een snijbrand onder water snijden. Wow! Ja. Maar je weet wel wat je allemaal tegen gaat komen, toch? De mensen weten wat ze tegenkomen, ja. Is ook alles voorbereid. En hier aan deze kant van de oever, een iets kleinere variant, de Atlas Copco 4100. 4000 kilo. Niet alleen het beton, maar ook het ijzer en het staal moet afgevoerd worden. Het wordt geknipt en vervoerd. De hoofdlocatie van Saas International. Wat gebeurt hier allemaal? Hier hebben we de voorraad staan. We hebben het verhuur wat voor hier aangestuurd, de reparaties. Ja, want jullie doen heel veel verschillende soorten werkzaamheden. Ons hoofdproduct is de sloophamers. Wij leveren die aan onze klanten die ermee werken. Dan doen we ook de service, opleveringen, ook controleren of alles loopt. En dan ruilen we ze na een bepaalde tijd in en dan geven ze weer een nieuw leven. En dan ook veel verhuren. Als de klant een groot project heeft, meerdere hamers nodig heeft, dan kunnen ze bij ons huren. Daarom staan ze hier zo klaar. Voor de renovatie van bijvoorbeeld een vloer in de supermarkt, gebruik je deze. Moet je nou dikke betonnen vloeren van bijvoorbeeld een tankstation slopen, kom je bij deze. Viaducten en funderingen onder water, zoals bij de Botlek. En deze sloopt in steengroeven en rotsen, de bodem van oceanen. Sinds een aantal jaar is dynamiet op bepaalde plekken verboden. Dat was natuurlijk voor jullie wel een waanzinnige opportunity. Veel steengroeven werden dichtgegooid omdat met springen en exploderen niet meer mocht. En dan hebben we de ripper daar is ontwikkeld. En van daaruit de hamer in die combinatie in de steengroeven, ze kunnen gewoon het boren springen vervangen. Naast de sloophamer en de sloopschaar hebben we hier de betonvergruizer. Die maakt grote stukken beton heel klein. En waarom? Om het ijzer eruit te halen. Dit beton wordt gerecycled. Wat is de toekomst? Waar ga je naartoe? Die komt naar ons toe. Ja? Die moet naar ons toe komen, ja. En wij moeten er klaar voor zijn. Je moet een goede service geven. En een goede service en een goed product erbij, dan staan we klaar voor.